Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Bert-Jan van de Havengids. En vandaag hebben we een nare, saaie, regenachtige dag. En ik dacht, wat is er nou fijner om tv te kijken op de boot? Nou, dat schijnt heel makkelijk te zijn. Via KPN kan je Digitenne halen. We gaan zo meteen naar de KPN-winkel. Dan gaan we ons helemaal laten voorlichten. Ik zie heel veel mensen op de boot die daar binnen zitten. De krant lezen ook helemaal prima. Maar wat is lekker als je 's ochtends even het nieuws kan kijken. 'S Middags of 's avonds een leuk filmpje op Digitenne. Je hebt gewoon tv aan boord. En op de boot is het gaaf. Op de camping is het ook gaaf. In de camper is het gaaf. Eigenlijk overal voor onderweg. Dus ik ben wel even benieuwd wat er allemaal mogelijk is via de Digitenne van KPN. Dus wij gaan naar de winkel. We liggen hier in Middelburg met de boot. Dit is onze eigen boot. En we gaan proberen om te kijken of we dat allemaal aan de praat krijgen. Dus ik zou zeggen, let's go. En we gaan op naar Middelburg. Zo, nou ik ben aangekomen hier bij de KPN-winkel hier in Middelburg. Het weer is er niet echt beter op geworden. Het blijft regenen, dus een mooi moment om eens even te laten voorlichten en kijken of we wat mee kunnen nemen. Om straks even tv te gaan kijken. Hi, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, Bert-Jan. Erik, welkom. Vraag, wij liggen hier met de boot in de haven. En ik heb tv aan boord en ik zou eigenlijk tv willen kijken. Ja. Ik heb een beetje gekeken, Digitenne. Ik weet er helemaal niks vanaf, dus misschien kan jij me helpen. Ik ga je helpen, maar misschien eerst in een bakje koffie? Dat is wel lekker. Is goed, ga ik even om. Dankjewel. Zo, de koffie. Ja, lekker. Astu. Super, heerlijk. Nou, daar ben ik wel aan toe met dit weer. Ja, dat snap ik inderdaad. Lekker bakje is altijd wel goed, hè? Ja. Maar vertel, Digitenne. Ja, wij liggen hier met de boot en wil graag tv kijken. Ik heb al een tv opgehangen op de boot, dat ik via mijn telefoon wat kan kijken, maar het kost altijd heel veel internet, slecht internet in de havens. En ik vind het gewoon lekker om 's ochtends even het nieuws te kijken, s'avonds Hart van Nederland, allemaal dat soort dingen. Ja. En ook af en toe een programma vind ik leuk, dus wat heb je allemaal? Wat voor zenders kan ik bekijken? Ja, we kunnen eens even kijken inderdaad naar Digitenne. We hebben een heel zenderoverzicht ervan. Er zijn ruim 30 zenders. Okay. Die zitten in het hele pakket. Yeah. We hebben eventueel startpakket hier liggen, dus we kunnen kijken of het wat voor u is. Ik denk het wel. En dan kunnen we even kijken of we dat in orde kunnen maken, zodat je meteen vandaag tijdens dit weer het lekker Digitenne kan kijken op de boot. Ja. Hoe vindt u dat? Ja, stop. Voordat ik van alles ga aanschaffen. Digitenne is in heel Nederland, kan ik tv kijken, zeg maar. Ja, zeker. Je kan het heel Nederland tv kijken en er zijn steeds meer zendmans te maken sinds 2023 om nog betere kwaliteit te kunnen kijken. En dan als ik Digitenne heb, dan hoef ik geen internet te hebben via mijn telefoon, want daar wil ik eigenlijk een beetje vanaf. Klopt, het is echt een los product wat het ontvangst uit de lucht haalt, dus je hebt er geen mobiele telefoon of internet voor nodig. Dus net zoals je radio vroeger eigenlijk, dat je radio in de auto bijvoorbeeld, maar dan een ander signaal. Ja, klopt. Het is inderdaad met een antenne, die krijgt u in het startpakket, hè. De antenne, die sluit u aan op de ontvanger en de ontvanger die sluit u aan op de tv, waardoor je het ontvangst vanuit de lucht haalt, hè, wat ik net al aangaf. En zo kan je gewoon kijken waar je wil en hoe je wil. Ja. Zo, hier heb ik het startpakket. Het is niet heel groot allemaal. Nee, het is lekker compact. Zeer compact. Zo, dit is de ontvanger. Ja. Dat is het belangrijke. Dan hebben we natuurlijk de afstandsbediening. Dat is deze. Dan hebben we onder de doos de kabels en de belangrijke, de antenne. Uiteraard ook het boekje erbij. Voor dit moet ik dit kopen of is dat hoe zit dat? Ja, dit is in combinatie met een abonnement. Heeft u wel een abonnement bij KPN? Ja. Wat heeft u voor abonnement? Een totaal? Ja, alles. We hebben telefoon, tv, internet, gewoon eigenlijk alles. Helemaal goed, compleet klant. Ja. Daar kunnen we inderdaad iets nog moois. Weet je, je kan voor €5 in de maand kan je Digitenne toevoegen aan het huidige pakket. En stel je bent weer terug van de vakantie of van de boot, je gaat niet meer naar de boot toe, kan je het er gewoon afhalen. Dus je kan het er maandags op en af halen, waardoor je alleen maar betaalt voor hetgeen wat je er ook gebruik van maakt. Dus als wij in oktober de boot weer naar binnen gaat, dan kan ik zelf inloggen en dan kan ik het uitzetten, zeg maar. Via mijn KPN. Via de Mijn KPN-app, ja, zeker. Dan hoef ik ook niks te betalen voor de periode. Dus en dan, als ik dan weer het water in gaat, dan kan ik het weer aanzetten. Precies, een weekje of twee van tevoren vraag je het weer aan, krijg je het weer. En dan mag je er gewoon gebruik van maken, alleen voor de periode dat je kijkt. Ja, oké. Ideaal. Dus ben je klant, dan kost het €5. Ben je geen klant? En dan zit je inderdaad op €18 in de maand. En dan hoort het kastje er gewoon bij ook. Lekker dat ik klant ben. Ja, zeker. Dat is tof. Voor €5 heb je het en je kan het er zo op en afhalen. Ja, de spullen blijven van jullie. Ik leen dat gewoon, als ik klaar ben, dan lever ik het weer in. Precies, ja inderdaad. Ja. Dat willen we dan recyclen of hergebruiken inderdaad. Vraag het weer aan, krijgen we gewoon de spulletjes netjes toegestuurd. Of je kan het ophalen in de winkel, zoals nu. Nog even over die zenders. Ik had iets gelezen van ESPN of zo'n sportzender. Ja, ESPN 1 zit er standaard bij. En ESPN 2 en 3, die kan je toevoegen als een extra pakket. Zoals je bijvoorbeeld thuis ook Netflix, Videoland of extra videopakketten kan toevoegen. Oh, ja, dus die ESPN is, dat is een extra aanvulling. Ja, dat is een extra aanvulling op het huidige pakket. Ja. Dus dat kan toevoegen. En eigenlijk alle zenders, België, RTL-zenders. Ja, totaal zitten er 30 zenders standaard in. Ja, dat is ESPN 1 dan. En dan kan je eventueel toevoegen, mocht je dan ESPN 2 en 3 ook graag willen kijken. Het is ingevuld in de computer. Deze is voor u. Ja. Heel veel kijkplezier. Helemaal tof. En als dat is, kom langs. Ja, nou we liggen vlakbij dus. Precies. Super. Tot ziens hè. Nou, hartstikke leuk. Ik ben reuze benieuwd. Dus we gaan het lekker op de boot even uitproberen. Het was allemaal vrij simpel, vertelde hij mij. Hier hebben we het kastje. Hier hebben we de afstandsbediening. Nou, ik heb de stroom erop. Ik heb het kastje hier, de antenne. Zet ik het apparaat aan. Ik heb hem al op goede kanaal gezet. Hij is aan het opstarten, Digitenne. Kijk, dus dat werkt perfect. Nou, dan gaan we even afwachten dat hij doet. We zitten nu op 21%, dus even geduld zou ik zeggen. Als hij klaar is, begint hij gewoon. Dus hij staat nu op NPO 1. Nou, hij vraagt gelijk om een update. Nou, dit doe ik dan vannacht wel even om dat op mijn gemak te doen. Dus update vannacht, zeg ik. Nou, dat gaat toch sneller als ik dacht, want we hebben alle zenders al. Dus dat werkt echt super perfect. Dus hoe leuk is het in de winkel geweest, terug naar de boot. Plug and play en even zenders zoeken en het werkt gewoon. Dus helemaal super. Dus ik zou zeggen voor de mensen die op de boot zitten, voor de mensen die met de camper op pad zijn, voor de mensen die op een camping staan en wie weet whatever, waar je ook bent. Ik zou zeggen een aanrader voor iedereen. Wil je gewoon lekker tv kijken met heel weinig kosten, is dit ideaal.